Het is een wonder, het gehoor van een kind. Gelukkig weten we daar behoorlijk wat van. Maar weet je ook hoe het heelal is geboren? Daar gaan we dit keer over hebben. Het ontstaan van het heelal. Gelukkig hebben we een video van het ontstaan van het heelal. Kijk hier, alles in één explosie ontstaat. En daar is het. Het universum. De geboorte van het heelal. Oftewel de Big Bang theorie. De oerknal. Het is de vraag natuurlijk of het echt zo is. Is een explosie geweest? Nou, kijk, bij de oerknal is alles ontstaan, maar ook tijd en ruimte. En dat moet je goed onthouden. Dat ook tijd en ruimte toen pas zijn ontstaan. Dus een vraag van wat was er voor de oerknal? Of wat is er buiten het universum? Ja, dat zijn dingen die eigenlijk er niet toe doen. Want voor de oerknal, ja, dan ga je dus vanuit dat je een tijd had voor de oerknal. En dat was er niet. Want dat was pas tijdens de oerknal ontstaan. En wat is er buiten het universum? Ja, als er geen oerknal is geweest, is er ook geen ruimte. Dus het begrip buiten is eigenlijk ook uit ten boze. Kortom, de oerknal is het begin. En daar is alles uit ontstaan. En wat er voor was, wat er buiten is, geen idee. Zelfs een vraag is al niet aan de orde. We hebben in ieder geval een heelal. Dat is mooi. En het heelal kunnen we bekijken. Kijk, telescoopje. En een van de dingen die ons opvalt bij het bestuderen van het heelal is dat sterren, als ze verder weg staan, dat ze dan roder zijn dan dat we verwachten. Er is een zogenaamde roodverschuiving. En dat is te verklaren door aan te nemen dat die sterren meer snelheid hebben als ze verder van ons vandaan staan. Ja, dus je hebt een grotere snelheid als een ster verder van ons staan komt. Hoe komt dat, die roodverschuiving en snelheid? Nou, even een kleine demo. Ik hoop dat je het hebt gehoord. De toon van de trein, ja, die is hoger als het naar je toe komt. En als het van je afgaat, dan wordt het lager. Dat hoor je ook bijvoorbeeld bij auto's. Hè, vooral Formule 1 wagen is een ontzettend mooi voorbeeld daarvan. Oftewel, als de trein van je afbeweegt, wordt het geluid lager. Oftewel, een lagere frequentie. Dus, hoe sneller de trein van je wegrijdt, hoe lager de frequentie. En daar gaan we even naar kijken. Ja, hoe sneller de trein van je wegrijdt, hoe lager de toon of de frequentie. En als je dat naar het licht bekijkt, dan zie je dus dat rood een lagere frequentie heeft dan blauw. Oftewel, hier zie je dus dat hoe sneller de ster van je afbeweegt, net zoals hoe sneller de trein zou gaan rijden, hoe lagere frequentie, oftewel hoe meer het licht naar het rood verschuift. Dus alles gaat bij ons vandaan. Oftewel, we zitten in een zogenaamd uitdijend heelal. Nu kun je dat uitdijend heelal natuurlijk ook gaan terugrekenen. En dan blijkt dus dat het één punt als begin heeft. En dat is dus een ondersteuning van de Big Bang theorie. Nu gaat het uit elkaar, maar het zijn allemaal sterren bij elkaar. En die sterren die hebben massa, dus ze zullen elkaar ook aantrekken. Oftewel, die uitdijing die zal door gravitatiekracht tegen worden gewerkt. En dan zijn er een aantal theorieën over de toekomst van het heelal. Je kunt als eerste zeggen van, hey, de gravitatiekracht is niet sterk genoeg om het heelal bij elkaar te houden. Dan krijg je dus deze situatie. Ja, je begint dus met een klein heelal en ja, die wordt groter, groter, groter en ja, het blijft maar groter worden. Oftewel, op het eind heb je eigenlijk niks meer. En dat is een beetje sneu natuurlijk, hè? Je hebt dus een open heelal, het gaat constant door en op de duur is heelal gewoon leeg. Ja, nou, 1. 2. De gravitatiekracht is meer dan sterk genoeg, het heeft zelf wat over. Nou, wat krijg je dan? Nou, het heelal ontstaat, ja, dus het explodeert, maar de gravitatiekracht die kan hem weer terug proppen in het ene puntje terug.
Ja, oftewel, het heelal is niet meer open, maar gesloten en het wordt weer naar een punt teruggedreven. Dan kun je dus zelfs denken van, hé, als het naar een punt wordt teruggedreven, wellicht krijg je dan op den duur weer een nieuwe oerknal. Dus je krijgt een oerknal, uitzetting, hè, daarna weer dat het in elkaar wordt gepropt, weer een nieuwe oerknal, etcetera, etcetera. Het zou kunnen natuurlijk, hè. Dat zijn de eerste twee. Nummer drie. En dat is dat de gravitatiekracht er net tussenin zit. Ja, dus sterk genoeg om tegen te houden, maar niet sterk genoeg om weer te imploderen. Oftewel, ik heb het heelal. Ja, dat dijt uit. Het wordt tegengehouden, ja, maar het gaat niet weer terug naar één punt. En we noemen dat een kritisch heelal. Oftewel, het zit zich daar, het staat er op de grens van open en gesloten. En belangrijk is dus dat de gravitatiekracht, die beslist in feite hoe het heelal zal eindigen. Open, gesloten of kritisch. En als de gravitatiekracht een rol speelt, dan speelt dus eigenlijk de massa de rol. En men heeft gedacht van, hé, we kijken naar snelheden, we kijken even hoe alles reageert op elkaar. En toen heeft men berekend hoeveel massa er in het heelal aanwezig zou moeten zijn. Maar wat blijkt? Men kijkt naar het heelal en men ziet maar 10% van de massa van wat men berekend heeft. Oftewel, waar blijft die andere 90%? Nou, men heeft toen de donkere materie bedacht. Nog nooit gezien, nog nooit aangetoond. Maar het moet er zijn om die berekening kloppen te maken. Sterren worden aangetrokken door gravitatiekracht. Die gravitatiekracht die zou proberen die sterren bij elkaar te schoffelen. En dat bij elkaar schoffelen, dan ontstaat er een sterrenstelsel. Ja, alle sterren bij elkaar geschoffeld krijgen een sterrenstelsel. En een van die sterrenstelsels die ontstaat, daar zit onze zon ook in. En het sterrenstelsel waar onze zon in zit, dat wordt de Melkweg genoemd. Als dit de Melkweg is, wat je nu ziet, dan is daar ongeveer onze zon. En die zon die draait met alle andere sterren om het middelpunt van de Melkweg heen. In het midden van de Melkweg zit overigens een gigantisch groot zwart gat. Dat is dus de samenballende factor in feite van onze Melkweg. De rondje draaien van onze zon om het middelpunt duurt 230 miljoen jaar. Dus dat is de omlooptijd van onze zon. Nu heb je een sterrenstelsel. Maar er zijn natuurlijk meer sterrenstelsels. En net als met sterren zullen die sterrenstelsels elkaar ook weer aantrekken. Dan krijg je dus een verzameling van sterrenstelsels bij elkaar. En dat noemen we een sterrencluster. En in deze afbeelding zie je meerdere sterrenclusters. En bijvoorbeeld dat is een van zo'n sterrencluster. En zo'n sterrencluster is gigantisch groot. Er zitten wel duizenden sterrenstelsels in één cluster. Ja, en een van die sterrenstelsels is dus dan onze Melkweg. Maar je ziet dus dat er meerdere clusters zijn. Oftewel, er zijn werkelijk waar miljoenen en miljarden sterrenstelsels aanwezig. Eventjes alles op een rijtje. Je hebt dus een sterrencluster. Sterker nog, in het heelal heb je heel veel sterrenclusters. En één sterrencluster die bevat weer heel veel sterrenstelsels. Sterrenstelsel bevat weer heel veel sterren. En één van die sterren, dat is onze zon. En die zon zit in sterrenstelsel met de naam Melkweg. En een sterrencluster waar onze Melkweg in zit, dat wordt de lokale groep genoemd. In die lokale groep zit bijvoorbeeld ook, misschien dat je dat wel eens hebt gehoord, de Andromeda-nevel. En dat is dus een sterrenstelsel, net als onze Melkweg, alleen dan met heel wat andere sterren. Nou, de zon die heeft natuurlijk een planetenstelsel, waaronder onze aarde. Die andere sterren die kunnen natuurlijk ook een planetenstelsel hebben. En dan spreken we over zogenaamde exoplaneten. Nou, een exoplaneet is dus een planeet om een andere ster heen dan de zon. Dus onze zon lijkt wel zo ontzettend belangrijk, zo ontzettend groot. Ja, voor ons is hij wel belangrijk, maar het is maar één van de vele sterren in ons heelal. En één van de sterren die vlakbij onze zon zit, is de zogenaamde Proxima Centauri.
Dat is de dichtstbijzijnde ster naast onze zon. De afstand tussen deze twee, dat is 4,5 lichtjaar. Een lichtjaar is een maat voor afstand die in het heelal heel vaak wordt gebruikt. 1 lichtjaar is de afstand dat licht in 1 jaar aflegt. Hoeveel is dat nou? 1 lichtjaar? Nou, dat kun je berekenen. Kijk, want afstand is snelheid maal tijd. En als je dan voor snelheid de lichtsnelheid invult en voor tijd het aantal secondes in 1 jaar, dan kom je op 9,5 keer 10 tot macht 15 meter. Dat is dus de afstand gelijk aan een lichtjaar. Je hoeft dit niet te onthouden, want je hebt natuurlijk precies onze minas. Tabel 5, daar staan heel veel eenheden in die niet officieel bij de SI horen. En daaronder zie je dus de lichtjaar staan. Eventjes naar voren haal. Kijk, lichtjaar. En daar staat inderdaad 9,461, dus afgerond inderdaad 9,5 keer 10 tot de macht 15 meter. Oftewel, die lichtjaar kun je eenvoudig opzoeken in binas. En onze aarde, een speldenprik in ons hele universum. Ja, en dat betekent dus dat we wel zuinig moeten zijn. Maar wat is er buiten? Ja, je mocht eigenlijk niet vragen, maar ik doe het toch. Want het is ontzettend mooi om erover na te denken. Hè? Wie weet zijn er wel allemaal duizenden universa heel als buiten ons heen te dobberen. Lekker nadenken, je hebt er tijd voor, want deze video is afgelopen. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens.